jij dat ons ziekenhuis 3.500 tot 5.000 huishoudens aan stroom verbruikt? Thuis weet je misschien wat de grote energieverspillers zijn. Een puber die langer doucht dan dat hij aan de eettafel zit in de ochtend. Of misschien die 86 inch tv, omdat je Max Verstappen toch wel graag in de ogen wilt kunnen kijken wanneer hij over de ijsschip rijdt. En waar gaat alle stroom in CWZ naartoe? En wat heeft ons ziekenhuis eigenlijk al gedaan om de stroom- en gasrekening te verlagen? Tijdens de landelijke campagne Zorg voor Energie steekt ons ziekenhuis net even iets meer tijd in het thema energie en energiebesparing. Vandaar dat we hoofd techniek Antwerp Kussens hebben gevraagd om ons daar wat meer over te vertellen. Ik ben Antwerp Kussens, hoofd technische dienst. De grote energieverslinders op het gebied van elektra zijn met name ventilatie, verlichting en koeling. En wat betreft gasverbruik zijn we het meest kwijt aan de opwekking van stoom en de verwarming van het gebouw. We hebben al in het verleden al veel gerealiseerd. We hebben PV-panelen gelegd, op heel veel plekken isolerende voorzieningen getroffen. We proberen de warmte zoveel mogelijk buiten te houden door screens te automatiseren, folies te plakken. En we denken ook na bij elke vervanging van of een energiezuiniger alternatief kunnen bedenken. We proberen ook onze kloktijden te optimaliseren, zodat we eigenlijk alleen op de momenten dat de energie nodig is ook de ventilatoren bijvoorbeeld aanzetten. We kijken naar waar we de verwarming eventueel kunnen verlagen, om op die manier in ieder geval daar waar mogelijk energie te besparen. We moeten de komende 10 jaar vooral investeren in het verminderen van het gasverbruik. Ja, dat betekent dat we naar alternatieven moeten kijken voor onze huidige verwarmingssystemen. Dus wellicht dat we warmtepompen moeten toe gaan passen. En we kijken ook of we eventueel in de toekomst aan kunnen sluiten op een toekomstig warmtenet. Iedereen kan bijdragen aan een stukje energiebesparing door bij het verlaten van de ruimtes verlichting uit te schakelen en apparatuur uit te schakelen. Dus de pc's uit te zetten, schermen uit te zetten. En in de winter de verwarming wellicht een tandje lager te zetten, daar waar het mogelijk is. En zo blijkt, energie besparen, dat doe je samen. Heb jij nog een goed idee om energie te besparen in ons ziekenhuis? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres duurzaamheid@cwz.nl.